gekkigheid dat als bijvoorbeeld het zou kunnen zijn dat nucleaire wapens in handen van terroristen vallen, dan is alles mogelijk in principe. Maar zolang dat niet zo is, zolang die zaken ook een beetje behoorlijk bewaakt worden, denk ik niet dat het ooit gebruikt zal worden. Want hoeveel atoombommen zijn er nu in de wereld? Nou kijk, aan het eind van de Koude Oorlog hadden ze samen, Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, 60.000 nucleaire wapens. Maar daar waren ook slagveldwapens bij. Ook zo'n volkomen krankjorm idee dat je over een afstand van enkele honderden meters een nucleair wapen zou gebruiken. Maar goed, zo was het. En wat we natuurlijk vaak vergeten is dat Frankrijk en Engeland en China en Israël ook nucleaire mogendheden zijn. En daar schuilt misschien al met al het grootste risico in Pakistan. Een volstrekt instabiele staat. Weliswaar zal het leger daar, wat daar eigenlijk altijd zo'n beetje de baas is, hopelijk enig toezicht op houden. Maar het blijft natuurlijk toch een instabiele situatie. Ja. En Poetin, die dreigt er altijd mee. Hij heeft nu weer gezegd, we hebben ze weer naar Wit-Rusland. Het enige waar hij ons mee kan bedreigen, dat zijn die nucleaire wapens. Dus dat doet hij voortdurend. Ja. Nu ook weer, hè? Hij had ze weer naar Wit-Rusland verplaatst. Ja, maar kinderachtig toe. Ja, joh. Ja, die man heeft natuurlijk, ik neem toch aan, ondertussen verschrikkelijke spijt van een daad van ingrijpende stomzinnigheid. Waarvan ik toch denk dat het hem op den duur de kop zal kosten. Persoonlijk gezien, dus dat hij afgezet wordt of zo? Ja, ik kan me niet voorstellen. Gesteld dat hij niet binnen 10 jaar doodgaat, dan lijkt mij toch dat het... Maar goed, laat ik mij ten aanzien van de voorspellingen over Poetin, laat ik mij daarvan onthouden. Misschien kunnen we het nog even hebben over de slimste dan. Kunnen we het wel even over hebben. Maar ja, Rusland is toch een tragisch land. Je moet toch verschrikkelijke meelijden hebben met Rusland, dat altijd weer ontspoort. Waar kennelijk toch een soort van substraat van ellende en dictatoriale gewelddadigheid leeft of aanwezig is. Dat vind ik ook altijd bij die mensen die dan iets weten van Rusland, zijn zulke aardige mensen met hun leuke contacten. Leg me nou eens uit waarom het daar altijd weer fout gaat. Dat we eerst hebben dat gruwelijke bolsjewisme gehad natuurlijk. Dat is uiteindelijk van zichzelf, is het door zijn eigen incompetentie in elkaar gestort. Toen was er een tijdelijk moment, misschien een gebrekkige, maar toch een soort van moment van democratisch ontwaken. En God beter het, in no time hebben ze weer een politiestaat uit de grond getrokken met alle gevolgen van dien. Hoe komt dat? De Amerikanen hadden in ieder geval gezegd dat Wagner niet meer meevecht in Oekraïne. Nee, die blijkt in Wit-Rusland te zitten. Ja, Prigozhin bedoel je dan? Oh, die. Ja, goed. Dit ging over de Wagner-groep, dat hij niet meer mee zou vechten. Nou ja, kijk, dan moet, omdat hij natuurlijk die Wagner-groep elders nog posities van betekenis inneemt, zal daar niet meteen mee afgerekend worden. Maar dat las ik net in de krant, allerlei andere critici, met name ook critici, die vinden dat de oorlog nog veel gewelddadiger gevoerd zou moeten worden, die zijn opgepakt. Ja. En de Telegraaf had ook een kop boven een artikel waar stond van wat nou als Wagner een aanslag pleegt op Pools grondgebied. Moet de NAVO dan ingrijpen? Ja, dat lijkt me wel. Dat spreekt voor zich, toch? Polen is lid van de NATO. NATO artikel 5 zegt dat als een land wordt aangevallen, dat het in feite de hele NATO wordt aangevallen. Maar ja, als Wagner dat doet, hou je Poetin daar dan verantwoordelijk voor? Nee, daar hou je Wagner de verantwoordelijkheid voor. Dat komt ervan als een land allerlei privélegertjes toestaat. Maar hoe pak je die dan aan? Nou, door ze met de grond gelijk te maken, lijkt mij. Dat zal niet zo'n verschrikkelijke kunst zijn. Dan moet je wel doorpakken. Maar die worden natuurlijk beschermd door Poetin. Ja, dat kan hij wel zeggen. Maar dan zou in dit geval de NATO alle recht hebben om door te pakken, zou ik zeggen. Ja, ja. Daarom denk ik ook helemaal niet dat hij iets verschrikkelijks in Polen gaat doen. Daar geloof ik niks van. Nee.